Jongens, dit gaat hem niet worden, denk ik. En meisjes natuurlijk. Kom met me, Slangy! Oh fuck, fuck. Oké, ik schrok, ik geef het toe. Run, Forrest, run! Stomme geheim ook. Ja, kijk hier voor me. Ik ken het spel al en het is eigenlijk de bedoeling dat je meer pages haalt. En ik kan die pages nu niet vinden. Maar naarmate je meer pages pakt, is de kans dat Slender, of Slenderman, je pakt is groter. Dus als ik nu achter me ga kijken, dan is die me waarschijnlijk aan het achtervolgen. En dat zorgt eigenlijk voor het schrikmoment, omdat je het niet verwacht. En zeker het feit dat je zaklamp steeds minder... Het gaat goed met gescheld. Eigenlijk leidt het niet af, want ik zit gewoon de hele tijd naar het scherm te kijken. En af en toe lees ik. En juist omdat ik dan lees en weer terugkijk, kan het zijn dat ik net Slender aan het bekijken ben. En vervolgens dus me kapot schrik als ik weer terugkijk naar mijn beeld. Of bedoel je mijn gepraat? Hallo jongens, waar moet ik heen? Echt? Ja, Kuko of Daisy. Het geluid hoort te zijn, je zaklamp is zo leeg dat je nu echt zo goed als klaar bent. Jongens, ik heb geen zaklamp meer. En daarmee stopt het spel. 4 pages, redelijk. Ik weet niet of je het nog een keertje wil zien. Het is nu wel een beetje minder als je het nog een keer gaat spelen. Ik denk dat we beter een ander spel kunnen gaan spelen. Of ik in ieder geval een ander spel kan spelen en jullie kijken. Amnesia kan ik in principe gaan spelen.
zal even kijken of ik dat opgestart krijg. Ja, dank je. Ik denk dat jullie mijn chef ook wel leuk zouden vinden. En natuurlijk de mooie keychains. Keychains. Multichain, sorry, multichain. Waar is mijn muis? Ik kan mijn muis niet vinden. Oeh, spooky. En toen was mijn chat weg. En toen was de chat weer terug. Geen full screen. Even de goede resolutie zoeken. Ik geloof dat het die is. Dan gaan we kijken of ik hem kan runnen. Zo dan. Precies. Daisy begrijpt het. Is de resolutie goed trouwens? Moet ik het nog aanpassen? En vooral ook, is het geluid goed? Want volgens mij staat hij vrij hard. Geluid iets zachter. Ga ik verzorgen. Als ik mijn muis kan vinden. Amnesia helpt niet echt mee. Ja. Het geluid gaat hem nu niet worden. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... Yes. I am Daniel. En toen een zwart scherm. Ik heb dit spel eigenlijk maar één keer gespeeld. Ik heb dit stukje ongeveer gedaan en toen ben ik ermee gestopt omdat ik hem eentje thuis had. En ja, je snapt het verder wel. Even kijken of ik hier anders het geluid wat zachter kan zetten. Prima. En misschien dit iets hoger. Ja, zo. Oeh, kaarsje. En voor jullie als stream, de bloem.
Hij wordt een beetje duizelig. Hier ging de deur open, dus hier ga ik natuurlijk als eerste naar binnen. Logisch. Ik weet niet, maar van deze game ga ik heel erg scheef kijken. Weet je zo. Als jullie het trouwens saai vinden of een ander spel liever willen zien dan dit soort spellen, zeg het ook, hè. Ik stream hier voor jullie namelijk. My little box. It's mine. You can't have it. Hier nog iets interessants? In de box. Ja, als jullie een ander spel willen zien, kan ik mijn Steam laten zien en dan kan ik laten zien welke spellen nog meer te kiezen zijn. Is verder geen enkel probleem. Neem aan dat de bedoeling is om deze voetstappen te volgen. Ik heb Elise echt heel kort gespeeld. Ik ben nog niet voorbij deze deur geweest, zeg maar. Dus ja, het geeft wel aan hoeveel ik de spel eigenlijk ken. Weet iemand trouwens hoe ik mijn inventory open? Neem aan I of zo. Maar dat werkt natuurlijk niet, dus daarom vraag ik het. Anders moet ik weer op gaan zoeken. Ja, dat staat er dus ook niet. Nee, met E en Q kan ik dit doen. B werkt ook niet. Backspace? Ook niet. Ik weet gewoon niet. Alt F4, ja, nee.